coronatijd is het wel leuk dat er nu een leuke activiteit is, gewoon zoals de kermis. En ze hebben hem natuurlijk nu vorig jaar niet gehad, dus ze keken er nog meer naar uit, zeg maar. Ja. Er is weer kermis in Den Helder en zoals altijd is er ook een prikkelarme middag. Dan gaat de muziek wat zachter, zijn er geen lichtflitsen en draaien de attracties iets langzamer. Hierdoor kan iedereen genieten van de kermis. Door de coronapandemie konden veel kermisactiviteiten niet doorgaan, maar de organisatie wilde de prikkelarme middag koste wat kost behouden. We hadden normaal een eurodag, we hadden normaal een kindermiddag, er is normaal vuurwerk. Allemaal niet door kunnen gaan door corona, omdat we toch wachten dat het wat te druk zou worden. Dus dan gaan we de prikkelarme middag zeker door laten gaan. Want dat is toch wel een stukje wat we dan die mensen willen geven wie dat nodig hebben. Een inclusieve kermis is belangrijk volgens de aanwezige kermisgangers. Ja, heel, heel belangrijk. En helemaal nu ze al zo'n tijd eigenlijk niks hebben kunnen doen, is dit wel iets waar ze naar uitkijken. Ja, ja, goed idee. Ja, het is wel goed dat ze daar rekening mee houden. Dat het voor iedereen leuk is, ook in deze zware tijd. Dus vind ik goed dat ze dat doen. Want we dragen dat een warm hart toe. Want nogmaals, wat we net al zeiden, kermis voor iedereen, dus ook voor die mensen. Nou, zoals je ziet op de achtergrond, ze zijn er een heleboel. De prikkelarme middag was druk bezocht en daar was iedereen heel blij mee. Want daar gaat het uiteindelijk om. De kermis is voor iedereen. Ik heb wel een paar mensen gezien dat ik, oh ja, die maken er wel goed gebruik van. Vind ik goed dat ze dat doen. Ze hebben zoveel gemist en alles binnen en weinig andere mensen om hen heen. Dus dat, je ziet het er helemaal weer van opfleuren. Ja, dat zeker. Ik heb net een rondje natuurlijk zelf gelopen en ik zie alleen maar lachende gezichten. En dat maakt me heel blij. Echt.